Ja, je ziet hier de tipi van de buurman, die commercieel exporteert. Voor 24/7. En daar hebben wij als omwonenden en ik zelf ook heel veel last van. Een vuur stoken op je vakantie is helemaal in. Maar Ossewald en zijn buurman Jansen zijn er klaar mee. De continu rokende vakantieverblijven van hun buurman veroorzaken flink overlast. De rook die komt onder meer vanuit de tipi, maar ook vanuit de houtgestookte hot tub. En daarnaast zijn er nog wat vuurschalen. En dat is, dat is een bron van ergernis. Het is erg. Heel erg. De buren hebben tal van foto's en video's verzameld van de rook die vrijkomt. Logisch, want op de website van de ondernemer blijkt dat het zelfstoken een groot verkooppunt is van zijn accommodatie. De situatie met de buurman bespreken lukt ook niet meer. Maar toen dit gebeurde, hebben we gebeld. We zeggen van, man, kun je er wat aan doen? Nou, het enige wat je krijgt is een klik. Hier is mijn voicemail, ik ben er niet, maar ik bel je terug. En hij belt niet terug. En ook aan dit nieuwsitem wil de ondernemer niet meewerken. De gemeente heeft zich wel uitgesproken en de man een dwangsom opgelegd als hij zijn activiteiten niet staakt. Toch hebben de buren er nog weinig vertrouwen in. Hij zal het misschien hier dan mee ophouden en hij zal het dan wel wegbreken. Maar hij heeft ook aangekondigd dat hij nieuwe investeringen doet in hot tubs. En dan hebben we weer opnieuw het verhaal. Dus het is te hopen dat de gemeente daar de goede dingen in doet. En ze hebben gezegd dat het ook zorgvuldig willen behandelen. Dus we hopen dat die zorgvuldigheid dan uiteindelijk ook wat oplevert.